Is vandaag donderdag 12 december en dat betekent dus vlogmasdag 12. Ik ga dus nu vandaag wel gewoon goed vlogmas doen, want gisteren heb ik het echt helemaal niet goed gedaan. Vind ik zelf, want dat denk ik ook echt een hele saaie vlog geworden. Maar vandaag ga ik het wel gewoon weer doen. Echt gewoon ook weer goed. Ik neem jullie ook gewoon vandaag weer mee. Omdat ik moet vandaag dus naar school toe, wat niet heel boeiend is. Maar ik neem wel mijn camera mee. Dus heb je zin in deze vlog, doe dan je duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen met Hazel. Dan kijken. Super leuk om dus onder mijn bed te zitten en dan helemaal daar uit te komen. Echt. Raar konijnen zitten. Nu net beneden. Ik heb dus net mijn make-up gedaan. Een paar minuten geleden alweer. Volgens mij half uur geleden. Ik ga dus nu even eten maken snel. Want ik moet dus over 6 minuten weg ongeveer. En dan heb ik een rustige bus. En als ik dus die van 42 pak, dan is die altijd echt super druk. Dan moet ik staan en zo. Daar heb ik geen zin in. Dus ik ga proberen om even snel mijn eten te maken. En ik denk dat ik gewoon onderweg ga eten. Want ik denk dat ik het niet meer haal. Want zo is het. Maar in ieder geval. Ik ga denk trouwens ook dadelijk mijn camera meenemen. Maar ik ga denk ik dadelijk, als ik dus thuis ben, ga ik dus even boodschappen halen. Wat ik dus nodig heb naar boodschappen. Gewoon dingetje wat ik moet hebben. Och, dat ik ga even kopen. Maar dat. Dus mijn ontbijt. Ik heb dus een broodje met grillworst. Ik bedoel, nee, met gekookte worst. Dan neem ik dus 2 mandarijntjes mee. En in mijn tas zit dus nog een koekje. Dus ik hoop dat die nog plat is. Ik bedoel nog heel is, maar ik denk het niet. En dus een brood nog gewoon voor in de pauze. Dus dit neem ik allemaal mee. Dus nu weer terug van school. Het is nu 4:15 geweest. Of bijna 4:15. Maar ik ga nu dus even naar het winkelcentrum toe. Want ik moet dus als eerste naar de bank toe. En ik heb wat dingen nodig bij het kruidvat. Maar ik moet ook naar de Action toe. Maar eigenlijk heb ik daar niet heel veel zin in om dat nu allemaal te doen. Want Action is bij ons echt veel verder dan het winkelcentrum. Dus ik denk dat ik dat dus niet ga doen. Maar ik heb dus nog 45 minuten om de bank te halen. Want ik bedoel gewoon de bank om je geld te storten, zeg maar. Dus dat ga ik dus even doen. En daarna ga ik denk ik naar het kruidvat. Ik heb een nieuwe make-up nodig. Je weet hoe het gaat. Dus nu net weer thuis van de Action en van de bank. Maar ik heb trouwens bij de Action, wat ik ga het even laten zien. Eerst bij de Action heb ik van deze lampjes gekocht voor mijn fiets. Omdat ik dacht van, ik heb dus geen voorlampje. Dus heet dat zo? Ja. Ik heb dus geen voorverlichting. En toen dacht ik van, ik koop dit lampje, alleen hij doet het dus niet. Dus ik snap niet. Ik ga dus daar even kijken hoe dat moet. En dan ga ik hem op mijn fiets zetten. Want het is wel echt wel belangrijk om gewoon te zien bent in het verkeer. En deze had ik eigenlijk al. Maar het is altijd handig om gewoon te hebben. En die was dus 95 cent. Dan heb ik eigenlijk, waar ik voor ging, was dus deze LED Light Makeup Mirror. Ik heb dus daar echt een hele grote spiegel staan. Maar deze met die spiegel, die heeft dus geen verlichting. En deze spiegel heeft dat dus wel. En daarom heb ik hem dus gekocht. Ik heb de witte variant gekocht. Want je hebt dus een zwarte en een roze. Ik zag alleen een roze en een witte. Maar ik heb dus de witte gekozen. Dus deze en deze was dus 3,95 €. Ik ga hem even aanzetten. Ik heb de verpakking open gekregen. Ik ga hem even zo laten zien. En dit zit er dus in. De spiegel zelf. Dat is namelijk dit. Hallo, jullie zien jezelf. En dus dit. De standaard. Oh, dit is iets heel anders. En dit moet dan op dit gezet worden, denk ik. Even kijken of ik dat kan. Ik duurde eventjes, maar dan heb je ook wat. Ik heb hem dus nu aangekregen. Jullie zien nu mijn camera en mijn setting. Ik heb hem op een doos staan. Maar dit is trouwens het licht wat je dus krijgt. Want het is ook wel mooi voor video's, want ik denk, als ik dus dadelijk, nou het is niet echt heel mooi of zo denk ik dit. Maar als ik dan dadelijk misschien, als het dadelijk weer, nou ja het is nu ook al echt heel donker. Maar als ik dan bijvoorbeeld iets wil laten zien of zo, en ik heb niet genoeg licht, is het ook wel echt fijn dat dat hier ook dus op zit. Maar trouwens, ik laat hem ook even zo zien dat jullie het ook goed kunnen zien. En ik vind de witte kleur ook best wel leuk. En ik ben benieuwd. Morgen ga ik hem dus nog niet gebruiken. Ik denk dus pas maandag. Want maandag begin ik pas weer om best wel vroeg. Dan heb ik hem denk ik weer nodig. Maar ik weet niet of ik ga hem morgen denk ik ook gewoon gebruiken. En kijken of ik het fijn vind. Dus wil je dat nu niet, en wil je dat niet missen, kijk dan morgen ook zeker de vlogmas van vanmorgen. En ik ga hem dus nu lekker uitzetten. En hij is ook trouwens echt super scherp, die spiegel. Dat moet ik ook even vertellen.
Dus dat. Maar ik vind wel, als je heel ver zit, dan zie je niet echt alles. Maar als je echt heel dichtbij ziet, dan is het wel beter licht dan dat je heel ver zit. Maar dat is ook wel logisch. Dus dat. En ik heb nu net ook één met de batterij open. Dus nu net klaar met mijn vlog editen. Want het is dus nu kwart over 10. Ik ga dus nu mijn vlog dus uploaden naar YouTube. Daarna ga ik dus mijn adventkalender openmaken. Ik ga dat eerst even doen. Daarna ga ik hem uploaden. Of ik ga hem ondertussen uploaden en dan die adventkalender openmaken. En daarna ga ik dus mijn make-up verwijderen. En dan ga ik lekker deze vlog weer afsluiten. Dus ja. Vlogmas is het nu aan het uploaden daar zo. Dus dat zie je daar. Maar ik ga dus nu vakje nummer 12 openmaken. En die zit dus hier. Ik ben benieuwd of er iets anders in zit. En trouwens, laat eens even weten of jullie misschien ook wel een konijn hebben. Misschien kan ik, als jullie dus ook een konijn hebben of zo. Of iets anders. Een hamster wat een knaagdier is, zeg maar. Dan kan ik misschien de snoepjes misschien wel delen met jullie. Dat ik het misschien op ga sturen naar een van jullie. Of ik weet niet. Maar dat was ineens mijn idee. Maar ik ga dus nu vakje nummer 12 openmaken. Nou kijk, hij staat al te staren van ik wil wat. Oh, dus weer zo'n eentje. Dit is volgens mij dezelfde die dus in mijn vlogmas 1 zat. En dat is volgens mij, is het ook gewoon hetzelfde. En dat is namelijk deze kiks met groente. En die vond hij volgens mij best wel lekker. Dus ga ik weer geven. Het ruikt zo ontzettend lekker. Maar ik ga ze nu geven. Gaat ze op de grond komen. Het is zoals jullie zien. Best wel lekker. Maar ik ga ze nu lekker mijn gezicht schoonmaken. En wachten tot de vlog online komt. En dan ga ik lekker slapen. En ik ga dus nu mijn gezicht schoonmaken. En net daarna ga ik dus mijn bed even opmaken. Want zo kan ik natuurlijk niet slapen. Dus, en daarom ga ik dus deze vlog weer afsluiten. Want ik heb vandaag niet heel veel gefilmd eigenlijk, vind ik. Maar ik denk toch wel dat het leuk vlog is geworden aan de ene kant. Want ik vind het eigenlijk altijd best wel. Dan denk ik van, oh, het is echt saai. Dan edit ik hem en dan denk ik van, oh, die is best wel leuk. Dus ik hoop dat jullie er ook zo over denken. Maar dat. Ja. Yeah. En morgen wordt ook wel echt een leuk vlog, denk ik. Oh ja, trouwens, kijk morgen zeker wat ik dus vind van deze spiegel. Want ik vind hem tot nu toe best wel chill licht geven. Want kijk, ik heb hem nu dus aangezet. En ook gewoon voor als ik vlog of zo. Maar het maakt me wel heel wit op de camera. Maar als ik hem uitzet, dan is het minder. En ik heb berichtjes. Ik ga dus nu deze vlogmasvlog weer afsluiten. Want ik ga dus nu mijn make-up dan afhalen, heb ik net ook al gezegd. Dus vond je deze vlogmasvlog leuk? Doe dan je duimpje omhoog. Als je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan hier beneden. En ik zie je morgen weer bij een nieuwe vlogmasvlog. Dus tot morgen. Dus doei doei!